Ik denk de naam is wel uniek, want deze school heet De Link. En dat schrijf je met een hoofdletter Q aan het eind. Dat verwijst naar de wijk waar deze school staat. Die heet namelijk Linkwenda. Toen hebben we gekozen voor de naam Link, omdat het geeft iets aan van verbinding. Hè, tussen de twee scholen die er waren. Dat is nu één geworden. We zijn een verbinding naar de wijk. En we willen graag voor de kinderen een link zijn naar hun toekomst. Dat maakt het eigenlijk denk ik al uniek. En verder is het uniek omdat het een hele groene wijk in Nieuw-Vennep staat. Heel veel buitenspeelruimte rondom de school, waar de kinderen echt dagelijks veel gebruik van maken. Hallo, ik ben Iwan en ik zit in groep 6. Mijn favoriete plek op deze school is de gymzaal, omdat er superleuke dingen om te doen zijn. De meester doet dat ook heel erg leuk. Hij geeft best wel leuke lessen, want hij legt dat heel leuk uit. Ja, soms gaat hij ook met ons meedoen. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het gewoon een hele leuke plek op onze school. Ik ben Davy en ik ben vakleerkracht gym. De slogan Samen op avontuur hebben wij bedacht doordat we samen bezig waren met kernwaarden voor de school. Eigenlijk kwamen we daar het woordje avontuur tegen en dat pakte mij wel, omdat ja, de kinderen komen op school en het is een heel avontuur. Niet alleen, maar met je klasgenoten en van groep 1 tot en met groep 8. Onze kernwaarden op De Link zijn verbinding, veerkracht en kansrijk. We hebben ze dit jaar opnieuw zeg maar, geformuleerd met elkaar, hè, met het team wat hier nu werkt. Veerkracht is ook een van onze kernwaarden en die benaderen we vanuit die verbinding. Als we goed met elkaar in verbinding staan, met de kinderen, met de ouders, met elkaar als team, dan maakt het mogelijk dat we veerkrachtig zijn. Want dat is nodig als het gaat om ontwikkeling van kinderen. Iedere dag maken ze stapjes, soms wat harder en soms wat minder hard. Soms moeten we een beetje bijsturen. Dus dat vraagt iets van ons om te schakelen. Dat vinden we ook leuk om te doen, daar hebben we elkaar voor nodig. En als we dan iets bereikt hebben, zijn we daar ook trots op. Dus daar staat voor ons veerkracht voor. Kansrijk is een term die iedereen natuurlijk begrijpt. Als je hem heel letterlijk vertaalt, heeft dat met kansen te maken. Die willen we kinderen graag bieden. We willen ze ook pakken met elkaar. Hè. Wat komt er langs en wat kunnen we gebruiken om die ontwikkeling van kinderen weer een duwtje te geven. En als het gaat om de kinderen die van school gaan, dan hopen we dat we ze zo kansrijk mogelijk kunnen adviseren dat hun vervolgschool wordt. Het voornemen is om volgend jaar per kernwaarde ze heel concreet te gaan vertalen. Dat is dan voor ons een uitdaging om dat zo goed mogelijk te doen.